Goedenavond, welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, worden er vaak sprookjes voor gelezen en dan word je ouder. Dan ga je dood uiteindelijk ook, maar dan worden er sowieso minder sprookjes voor gelezen. Ik zit hier met mijn gasten, Saartje van den Driessen. En dit live van op de Gentse feesten in de balzaal van de Vooruit. En we hebben een zeer leuke titel gekregen van ons publiek. Er was eens een buikspreker en die liet een maagring steken. Alright, hier gaan we dan. Er was eens een buikspreker en die liet een maagring steken. Stavinkos woonde... Ik wil even opschrijven. Stavinkos, ja. Stavinkos woonde in een heel klein dorpje, heel ver weg... in Limburg. En hij was een zeer bekende lokale buikspreker. Elke week kon je Stavinkos op de markt zien zitten in zijn kleine tentje met zijn pop Rastipopulo. En in dat tentje gebeurde er altijd basically hetzelfde. Hij sprak buik. Ja. Met... Stavinkos. En was dat de pop? Nee, Rastipopulo. Nee, Rastipopulo. Zeg, ja. Ik heb niks aan te schrijven. Rastipopulo. En Stavinkos was ook heel dik. Stavinkos woog zonder pop 162 kilo. Ja. En met pop 162,5. Dat was nu niet heel belangrijk. Het was een lichte pop. En op een avond zat hij weer in zijn tentje, Stavinkos. En... Rastipopulov sprak hem toe. Hé, hey, eigenlijk zit je wel een dikke vetzak. En toen besefte Stavinkos, wacht, ik ben dit zelf. als ik zelf al begin te zeggen tegen mezelf dat ik veel te dik ben, ben ik waarschijnlijk veel te dik. Ja... En toen besloot Stavinkos, het moet maar eens gedaan zijn, ik kan amper nog in mijn tent in. Ik ga naar de dokter en ik laat een maagring steken. Dus hij kwam bij de dokter aan en hij zei, luister dokter, ik moet echt iets zeggen. Hè. Ik ben Stavinkos en ik ben echt veel te dik, want mijn pop heeft dat gezegd. En op dat moment stak Stavinkos zijn hand in de poep van de dokter. En de dokter zei, ja, Stavinkos, jij bent inderdaad veel te dik. Want wat niemand wist, Stavinkos maakte van iedereen een pop. Ook van zijn vrouw. Oké, maar dat is een ander sprookje. Ja. Maar goed, die maagring die moest dus gezet worden... En Stavinkos had het geniale idee om het zelf te doen met de hand in de poep van de dokter. Dus hij was niet alleen buikspreker op dat moment, maar ook chirurg, dokter. Hij was van alles. Hij sneed zichzelf open. Hij zocht zijn maag. Hij haalde kilo's vet eruit en stak een maagring rond zijn maag. Hij naaide zichzelf dicht. Ondertussen de dokter, ja, die liet maar gebeuren. Ja, die vond het wel lekker. Die vond het wel lekker. Om even op het verhaaltje van de juffrouw terug te komen. De anale fixatie. Ja, de anale fixatie. En zo werd Stavinkos magerder en magerder. Maar toen had hij een probleem waar hij niet aan had gedacht. Ja, inderdaad. Want zijn buik was helemaal verdwenen. En hij kon helemaal niet meer buikspreken. Dus als hij nu aan het praten was, dan zag je dus ook die lippen bewegen. Hè? En de mensen kwamen niet meer naar het optreden kijken. Hij begon al zijn credibiliteit in Limburg te verliezen. Want Stavinkos, de buikspreker, was nu gewoon Stavinkos, de spreker geworden. Waar... Niet zo populair is als een buikspreker. Nee, zeker niet in Limburg. Maar hij moest eigenlijk een nieuw soort hobby
uitvinden om terug die aandacht te krijgen. Want hij was wel een beetje verkikkerd op dat publiek, op die aandacht. En op een dag wist hij het. Oké, misschien kan ik niet meer buik spreken, maar er is nog één ding dat ik wel kan. Appelen plukken. Ja, ik kan goed appelen plukken, zei hij. En dus zo geschiedde. Stavinkels stond vanaf nu op de markt met een boomgaard. Mensen kwamen langs en konden zien hoe Stavinkels appelen plukte. En die appelen verkocht hij dan ook direct. En zo kreeg hij nog een lekker draaiende winkel. Ja, maar toen kwam ook nog wel even die pop terug opdagen. Die bleek helemaal geen pop te zijn, maar gewoon een persoon waar hij altijd zijn hand had ingestoken. Maar die eigenlijk dus ook een eigen willetje had en eigenlijk echt kon spreken. En die zei van, hey, Stavinkels, dat is wel makkelijk. Ja, ik kwam uit de Kempen. Hey, Stavinkels. Nee, het was Limburg, hè? Ja, maar die pop kwam uit de Kempen. Ja, die pop, ah, ja. Hey, Stavinkels, dat is wel gemakkelijk, Jan. Nou, heb jij mij heel mijn leven met je hand in mijn gat gezeten? Heb ik pop moeten spelen? En dan zeg jij vermagerd binnen met appelen en heb ik geen reet niet meer te doen. Wat nou? Wat nou, hè? Ja, maar we kunnen toch nog altijd vrienden blijven, hè? En zo geschiedde. Stavinkels en Rastupopulo werden de beste vrienden van de hele wereld. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als je heel lang in iemand zijn gat hebt gezeten, kun je achteraf nog altijd vrienden blijven. Slaap lekker. Saartje van den Driessen!